Zuid-Limburg zit vol leven. In deze rubriek laten we je weten welke fauna en flora je kan tegenkomen als je je ogen openhoudt. Want wie kent de felgroene varens niet? Varens vormen het ondergroen van de bossen. Zuid-Limburgse hellingbossen zijn rijk aan varensoorten. Op plekken waar het een beetje vochtig is en waar schaduw valt, is de kans groot dat er varens staan. Varens zijn sterke overlevers. En dat kan ook niet anders als jij dat soort al 400 miljoen jaar volhoudt op aarde. Ze produceren miljoenen sporen per plant die elk op zich in staat is uit te groeien tot een weer volwassen varen. Gelukkig gebeurt dat niet, anders zou de aarde verstikt zijn door varens. Het grootste deel van de sporen gaat verloren omdat ze niet op de goede plek terechtkomen. Wel kunnen sporen van veel soorten tientallen jaren onder de grond overleven. Er zijn zelfs aanwijzingen dat sommige sporen duizenden jaren kunnen overleven. De verloren sporen worden weer tot leven gewekt wanneer ze door verstoring weer aan de oppervlakte komen en aan het licht worden blootgesteld. Een boom die je in elk bos wel tegenkomt, de eikenboom. In Zuid-Limburg staan veel imposante eiken. Van de inheemse eiken, eiken die dus van oorsprong in Nederland voorkomen, bestaan twee soorten, de zomereik en de wintereik. Ze lijken sprekend op elkaar, maar toch zijn er verschillen te ontdekken. Het blad van de wintereik is bijvoorbeeld veel minder gelopt. Van alle eiken in Nederland is meer dan 95% een zomereik. De reden dat er veel minder wintereiken zijn, is dat ze veel minder eikels produceren. Vroeger werden eikels gevoerd aan de varkens en om aan de vraag te voldoen, werden er dus vooral zomereiken geplant. Mocht je een wandeling gaan maken en zie je een eik, dan is de uitdaging om te onderzoeken of het gaat om een wintereik of een zomereik. Succes! Heb jij tijdens je wandeling een goede foto gemaakt van de Zuid-Limburgse flora of fauna? Stuur je foto door via onze socials en wie weet zie je jouw foto terug in onze aflevering.